Hallo allemaal. Ik ga zeg maar een soort korte presentatie geven van wat ik allemaal doe. Zeg maar om anderen te inspireren, omdat anderen mij inspirerend vinden. Over het behalen van doelen. Ik zal mezelf eerst kort voorstellen. Ik ben Birsan Bashar. Ik heb autisme. Dat weet ik sinds mijn 21ste, na jarenlang hulpverlening. Ik ben ambtenaar bij de gemeente Breda. Ik dacht dat mijn collega vanmiddag hier had gezien. Ja, daar ben je. Ja. Zelfs collega's volg je tot hier. Ik heb 2 boeken geschreven over mijn leven met autisme. En ik geef lezingen daarover. Dit is een soort andere manier van presenteren. Live ook nog eens op internet. Hoi Mehmet, dat is mijn vriendje. En ik probeer dus presentaties te geven in heel Nederland, Turkije en België. Gisteren een niet zo leuke ervaring, want er was een bommelding in het Fontys Hogeschool. Terwijl ik net klaar was met mijn presentatie, moesten we naar buiten. Maar we konden daar toch afronden, want ik kon daar de vragen beantwoorden. Van elk moment kun je daar wel gebruik van maken. Ik heb autisme en dat uitzicht in allerlei moeilijkheden. Als eerste vind ik het moeilijk om vriend te maken. Van ja, wanneer ben je nou vrienden? Zeg je hoi. Ja, wat moet je daar nou voor zeggen om vriend te worden? Ik zie soms wel eens collega's bij de gemeente met elkaar praten heel erg. En dan gaat het over heel diepgaande onderwerpen van in het weekend, oké, en dan naar privé. Dan denk ik van, ja, ben je dan vrienden? En dan vraag ik het en dan, nee, het zijn gewoon bekenden. Dan denk ik van, vertel je dan over je privéleven zo heel erg? Voor mij is gewoon aan iemand die ik kan vertrouwen, aan wie ik mijn dingen kan vertellen, dat zijn gewoon vrienden. Maar dat is gewoon niet makkelijk, omdat ik het moeilijk vind om de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld, ik zei dan vroeger op school tegen een meisje als ik vriendinnen wilde worden. Ik maakte een opmerking over haar make-up en dan zei ik van, ja, ze had te veel make-up op. En ik zei van, je ziet eruit als een heks. En dat vond zij niet leuk en dan was de vriendschap over. Maar meisjes op die leeftijd weten sneller wat je wel en wat je niet kan zeggen. Bijvoorbeeld, een ander meisje vertelde mij van dat ze een vriendje had, een Turks meisje. Ik vertelde de dag daarna aan mijn vader en ik zei daarna tegen haar, ik heb het aan mijn vader verteld. En zij wilde daarop geen vrienden meer met me worden. En dat bedoel ik met de gevoelens van een ander kunnen begrijpen. Je kunt je voorstellen dat je niet mag vertellen aan een ander dat die een vriendje heeft. Zij was trouwens een ex-leerling van mijn vader, daar was het misschien gevoelig. Bij de communicatie vind ik het ook moeilijk om te begrijpen wat de ander bedoelt. Dan praten mensen zeg maar heel de tijd van dit gaan we doen, dat gaan we doen. Maar na een half uur weet ik nog steeds niet wat ze bedoelen. Als ik iets zeg van ik ga erheen, ik kom er, ik ben gewoon duidelijk en ik zeg gewoon echt wat ik bedoel. Van niet van ja, je ziet er een beetje, ja, je hebt kreukels, het is te groot. Zeg gewoon, het is gewoon lelijk. Ik zeg gewoon het lelijk, maar het is gewoon duidelijk. En mensen kunnen gewoon niet duidelijk zijn. Verder vind ik het moeilijk om verandering te kunnen. Ik vond het een beetje moeilijk om te wachten hier 4 uur lang. Daarom ben ik naar de Primark geweest hier bij de nieuwe opening. Hele lange rijen, maar ik heb wel een nieuwe trui gehaald. Want mijn vriendje zegt altijd, ik ben je capuchon zat. Nou, Mehmet, ik heb een nieuwe trui gekocht met hartjes. Straks ga ik showen. Om mezelf te ontwikkelen heb ik steeds zelf stappen ondernomen. Want ja, op school krijg je dan het gefit van ja, je zegt niks, je doet niks. Daarom heb ik gewoon iedere keer mezelf gepusht om iets te zeggen. En dan een streepje te zetten op mijn schrift. Van durven, 5 keer gedaan en daarna gelukkig mijn opleiding behaald. Ik heb trouwens gewoon HAVO gedaan, waar Sylvie Meijs ook heeft gezeten. Weet je wel, die net is gescheiden. En ik heb management economie recht voltooid. Door te socialiseren probeer ik mezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven kom ik onder de mensen en ja, leer ik toch wel een beetje socialiseren. Vooral bij de gemeente Breda, verjaardagen, ja, vragen stellen. Ik leer er wel wat van. 10 jaar geleden was ik in een andere Birsen. Toen durfde ik zelfs niet mensen aan te kijken en te vragen hoeveel een trui kostte. En door mezelf steeds te pushen door nieuwe dingen te doen, leer ik dingen. Anders zou ik vandaag hier mijn presentatie niet kunnen doen. En ja, gewoon door te oefenen. Zoals ik al zei, door mezelf te pushen en te oefenen ben ik heel erg vooruitgekomen. Ik heb een opleiding voltooid met heel veel moeite. Ik heb een baan gevonden bij de gemeente Breda. Voor mensen met autisme is het heel moeilijk om een goede baan te vinden waar mensen je begrijpen zoals je bent. Ik zit al 5 jaar bij de gemeente Breda. Ik zeg het niet om op te scheppen, maar ik vind het een goede prestatie van mezelf. En daarnaast probeer ik mijn andere doelen te verwezenlijken. Nou,
bijvoorbeeld met die vliegtuig gebeuren. Ik wilde heel graag naar Turkije, maar ik had geen zin om steeds te betalen. Dus ik heb gewoon iedereen gemaild. Van die directeuren tot ministers. Heel tot afwijzingen of kortingen. Ja, wat heb ik nou aan een korting? Moet ik nog steeds betalen? Dus toen heb ik naar de minister gemaild. Naar de Verkeer en Waterstaat. En wat gebeurt er een paar maanden na? Die hebben me een brief gestuurd naar de vliegtuigmaatschappij. En die bieden mij 3 jaar lang gratis tickets aan. Dan denk ik van ja. Ja. Ja, wacht. En dan bellen ze mij. Zeggen ze van ja, we gaan u sponsoren. Ja, ik heb zo gezegd, maar jullie hebben mij 2 keer afgewezen. Ja, die vrouw gaat er niet op in, maar boeien. Ik heb nog 2 jaar voor de boeg. Dus als ik iets wil, dan ga ik gewoon mee door. Ik wil graag aan Maxima mijn boek geven. Je mag geen boek geven. Rijksvoorlichting is afgewezen. Je mag niet bij in de buurt komen. Je mag niks zeggen. En ik hoorde toevallig een paar weken geleden dat ze komt naar een autisme symposium. En ik dacht, ik ken die vrouw van die stichting. Misschien kan zij wel wat helpen. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Dus ik heb haar gemaild. Ze zei van ja, ik ga het even bespreken of het kan. En wat hoorde ik donderdag? Ik ga op 3 december mijn boek overhandigen aan Maxima. Yeah. Wat ik bedoel is, in deze Nederland, ook al bezuinigen we zoveel, als je hard werkt, dan komt het wel. Ik wou een film maken, overal nee. 1 keer 15.000, daar 500. En dan weer 15.000, daar heb je de film bij elkaar. Wat ik bedoel is, je moet gewoon doorgaan. In Turkije heb je niet zoveel dingen, maar in Nederland wel. En ik weet niet, als ik iets wil, dan ga ik er gewoon voor. En ik wou ook heel graag een vriendje. Maar ja, een vriendje is een mens, die kun je niet kopen. En die heb ik toevallig met mijn boek gevonden. Ja, ik ben nog niet klaar. Ik heb de meeste doelen in mijn leven bereikt. Maar ik ben nog lang niet klaar. Ik wil graag een autoriteit worden op het gebied van autisme. Ik ben bezig, maar na 5 jaar kun je niet zeggen dat je dat bereikt. Ik wil mijn eigen school openen uiteindelijk in Turkije. Ik wil daar geaccepteerd worden. En ja, weet ik veel. Als ik wil, kan ik het wel. Ik moet er alleen wat meer moeite voor doen. Dat was het.